Afgelopen maandagmiddag 13 april om 13:30 middags was onze burgemeester op bezoek gegaan bij de familie Zwart omdat ze zondag 12 april exact 65 jaar getrouwd waren. Op deze dag vertelde de familie Zwart hoe ze elkaar ontmoet hebben op een feest en kregen we ook een inzage in de hobby van de heer Zwart. De familie Zwart is na hun trouwen meteen naar Heilo gekomen waar ze een banketbakkerij overgenomen hadden. Nou, we zijn wat gesignaleerd. Goeiedag. Goeiedag. Hartelijk gefeliciteerd. Heel erg bedankt. Hartelijk gefeliciteerd. Wel ontzettend leuk. Dank u vriendelijk. Hebben we nog een ander cadeautje voor u? Volgens mij doen we dat normaal gesproken niet, maar ik denk dat BTFM er nu bij is. Dat u alsnog een bord. Want vorig jaar had u het ronde bord, hè? Ja, ontzettend bedankt. Nou, graag gedaan. Ontzettend bedankt. Nou, dat is echt een uitzondering. Inderdaad. De burgemeester heeft zich vergist. Er staat een fout in het kaartje. Ja, er staat 60. Ja, dat was de vorige keer. Ik maak er netjes 65 van, mevrouw Zwart. Ja, dat doe ik ter plekke. 65, zo, nou. Dank u wel. Heb ik het goed gemaakt? Ja, hoor. Ja? Ga even nog een keer al. Gefeliciteerd. Nou, ik moet zeggen, u bent nu de enige met twee borden in Helo. Is dat zo? Ja, al 65 doen we alleen maar bloemen eigenlijk. Maar we hebben ons vergist. Eigenlijk in uw voordeel. Is dit ook uw echte trouwdag vandaag? Nee, gisteren. 12 april. Okay. Ja, vijf jaar terug maakten we kennis. Ja, precies. En dat vonden we heel gezellig. Ja. Want ja, we zien de burgemeester alleen maar in de krant op een foto of zo. Ja, een foto, en op televisie. Nou ja, de oplossing is om iedere keer vijf jaar getrouwd te zijn. Of 60, 65, 70. Nou, 70. Toch? Nou ja. Ik denk niet dat we dat beleven, hoor. Nou ja, gewoon een kwestie van volhouden. We hebben nu ook gedaan, toch? Dit is heel mooi en we gaan het beleven. Dus wat, we hebben gisteren ook een hele mooie dag gehad. Ja, wat hebben jullie gedaan gisteren? Nou, gisterochtend kwamen de twee van de drie kinderen, want onze dochter die is met vakantie, die zit in Griekenland. Oké. Daarom vierden we het ook volgende week. Oké. Dit is mooi. Maar we zijn gisteravond uit eten geweest. Lekker. Met z'n tweetjes. Maar uw kinderen zijn er wel bij allemaal volgende week dan? Ja, behalve de zeevader en de zoon. Die zit natuurlijk ook Die vaart bij Japan en Korea of zoiets. Of wel een mailtje gehad gisteren. Net even te gek voor een weertje. Dat lukt hem niet. Nou ja, dat weet je met zo'n beroep natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Hij is nog niet zo lang weg. Nog meer koffieliefhebbers. Nou, kopje koffie, heerlijk. Waar is het verhaal van u, van in de oorlog? Bal, geschopen toren. Appelsap? Kijk eens aan. Voor de eerste keer ben je getap geweest, dat wil je ook weten. Ja, nou. Stompen toren. Ja, maar dat is gewoon... Wil je ook nog weten zijn... of elkaar zoenen? Ergens in een gebouw of zo, dat bal wat u had, dat gemaskerde bal? Nee hoor, op het grasveld. Op het grasveld, oké. Waar echt de bevrijdingsfeesten? Dat is een grasveld voor dit. Vlak voor dat je linksaf kan. Daar was een tent en daar hebben we dus feest gevierd. Ja. Bevrijdingsfeesten toen. Ja. Er speelde dan iets van een muziekkapel of zo? Muziek, ja. En dansen. Ja, ja. En dit was toevallig in Stoppen Toren. Ja. Toen heb ik haar dus ontmoet en naar huis gebracht. Ja. En van het een kwam het ander. Dat heeft ze vorige keer waarschijnlijk ook vast wel beteld. Maar toen hebben jullie verkering gekregen en toen op een gegeven moment 65 jaar geleden getrouwd. En toen meteen naar Heilo gekomen? Nee, toch? Wel? Ik had daar de bakkerij van Sander overgenomen. Wat nu de hoortechniek is. De hoortechniek. Oh. Ja. 58 begon de crisis. Ja. Die greep ontzettend in. Duizenden mensen vertrokken er toen. Mijn oom is toen naar Australië gegaan. Ja, en naar Canada. Dus de omzet ging naar beneden en toen kwamen we toch in de problemen. Ja. Wat je moet wel ombrengen. Ja, precies. Ja. En toen zijn we hier komen wonen. Voor alle zekerheid heb ik mijn hobby ook nog gepakt. Want ik denk, als ik vragen krijg, dan kan ik je nog wat laten zien. Katamara. Die heb je zelf gebouwd in de tuin. Zo. Nooit weet hoe hoor. Het was heel mooi, een prachtige ervaring geweest. Ja. Heeft hij helemaal zelf gebouwd? Ja. Ja, 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 ja
Van de kilo? Twee rompen gemaakt. Zo. Achter elkaar. Hier achter in de tuin. En een polyester of van hout? Van hout. Hij is hout. Okay. Later is hij in de polyester gezet. Wat leuk! Echt waar, hoor, dat al die kanten zijn komen uit de toonbakken van de Hema. Oh ja? Ja. Hoe bent u erbij gekomen? Waarom heeft u dat gedaan? Ik heb een beetje fantasie, een beetje. Maar goed, je moet ook verstand hebben van ja. druk en ja, van... Ja, hij heeft ook een cursus gevolgd, van jachtbouw. Jachtbouw. Oh. Dus okay. Ik had het alleen maar over.